Krijgsmacht hangt met garen en band aan elkaar. Het is gevaarlijk. Het is onverantwoordelijk. Er worden helikopters gecannibaliseerd. Dat wil zeggen, je haalt onderdelen uit een helikopter. Die kan dan niet meer vliegen. En die pruts je in een andere. Opdat die helikopter kan blijven vliegen. Zo is het in de krijgsmacht op dit moment. Waar is eigenlijk tekort aan bij Defensie? Je kunt beter de vraag stellen, waar is geen tekort aan? Ik denk op alle gebieden, bij landmacht, luchtmacht en marine, grote tekorten. Zoals? Schepen, onderdelen. We hebben te weinig vliegtuigen. Eigenlijk kun je gewoon zeggen dat de hele bedrijfsvoering van Defensie zo is uitgehold de afgelopen 20 jaar. Dat je niet meer je normale werk kunt doen. Of het nou is de auto die niet rijdt, je kleding die 20 jaar oud is. En dat frustreert natuurlijk mensen vreselijk.